Hallo gasten, ik ben het Johnny 6. Hallo. Yes, my friend, it's a little test. Hallo everybody. En we zijn er weer. Was een tijdje geleden. Dus was een diepe. Hallo gasten. Het is kwart over. Hallo iedereen. Hier ben ik dan. Het is jullie gast, Johnny 6. Wij gaan de hut spelen. Die hunter, de game van de makers van Avalanche Studios, de makers van Just Cause 2 en Tom Prader is hier, de hunter. Let's play the game. Je hebt de keuze uit allerlei wapens, uit een bolt action rifle, uit een revolver, uit een bow. Wow, dit is echt fucking veel wapens, god voor de anjer. Wij gaan voor de mooie maar toch vette crossbow. Grapje, gaan we de action rifle. En we zetten er ook een mooie sight op. Want we kunnen attachment zetten. En dat is heel awesome. We gaan een attachment, een 3.9x40 scope. Zetten we erin. En we hebben dan nog meer. Dan hebben we nog de ammunitie. Daar kunnen we bolts in doen. We kunnen bolts in een... Oh nee, dat kunnen we niet, grapje. Shells, kan ook niet. Fuck, bullets. Ja, nee. Andere bullets... Ook niet. Dit soort bullets. Nou. Welke bullets dan? Die? Nee. Die? Nee. Dit is een wapen. Oh mijn god. 300 bullets. Ah, oh, hoe lang? Ja, 300 bullets was het. Oké. Dan. Urine spray. What the fuck? Leroy. 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 Laten we maar. We gaan heel veel urinespray meenemen. En ook nemen we even kijken. Oeh, we hebben ook verrekijkers. Nice. Een minigame. Dat zal wel. Oh, een SD-kaart met een minigame erop. Grappig. Dit gaat wel heel ver, dit spel. Dat zal wel. Maar ja. Oké, okay, dus we kunnen hier kiezen uit een tent voor ons. Wel handig. Oh nee, ik weet begot niet waarom, maar we hebben nog meer. Dat is alles. We kunnen nog een wapen toevoegen. Pak ik nog even een revolver. Dus laten we beginnen. We hebben deze wapens gekozen en laten we in de wereld van de hunter gaan. Het is een jaaggebied hier en daar gaan we. We zitten in de hunter. Oh, wat een mooi spelletje! Op nonnieu. Man, dit ziet er mooi uit. We gaan nu richting het reservoir. We hebben hier onze hunter mate met een spelletje erop. Waar ik begon niet weet van hoe we de minigame moet starten. Maar ja, hier starten ze allemaal. En we lopen rechtdoor door het woud. Ah, zo spannend. Even kijken hoor. Maar ja, de graphics zijn heel erg mooi. Yo, wat een graphics. Ja, hoe ren je op dit kutspel? Hoe de fuck ren je? Hoe ren je? CTRL. Wat heb ik nou gedrukt? Oh. Oké, dus we zijn een beetje aan het rondlopen, zo te zien. En we moeten naar ons kamp, die we niet kunnen vinden. Dat is waarom. In ieder geval, we zijn nog steeds wel op zoek. Welk kamp is er in? Oh, daar is ons kamp. Ja, wat een stuk lopen. Nou ja, dan gaan we dat stuk maar lopen. Heb ik al mijn wapen? Of wat ik heb mijn wapen? Wat is mijn wapen? Hoe vond ik van... Wapen? Wat doe ik nou? Oh, hier is inventory, oké. Okay. Laten we mijn... Oké. Heb ik nog een sniper? Zo, fuck. Wat doe ik nou? Want ik te fluiten? Hey, ik ben gamer! What the fuck is dit? Ah, er zit een minigame in het spel, what the fuck? Oké, okay, dit is echt fucking awesome. Oh, stop je de minigame? Oh zo. Dit is echt vet. Nog meer van deze... Nee, dat heb ik niet spelen, weet ik niet. We hebben nog meer. Oké, okay, nu hebben we... Wat is dit? Oh, dit zijn de verrekijker. En die kunnen we... Oh, nice! Kunnen we inzoomen? Kunnen we inzoomen? Even kijken, kunnen we inzoomen? Oké, okay, we zijn aangekomen bij de Locker's Point. Dit is het eerste stuk. En we
te zien is hier niet echt veel te doen. In het begin denk ik. Het spel zelf is best wel realistisch in elkaar gezet. En dat is wel mooi. Het is een free roaming game. En het is denk ik even dat... Ik denk dat deze beter is dan Cabela's Hunting Adventures, denk ik. Gewoon omdat de gameplay gewoon super goed is eigenlijk van deze. Maar ja, ik wil even sniper vatten. There we go. Hier is onze sniper. Kiek hem van, jongen. Let's play. Schiet een paar beesten kapot. Want daar zijn we hier voor. We zijn in ieder geval om spelletjes eraan... Wow, dit is net arm, man. Dit gaat echt fucking realistisch hier. Oh mijn god. Oké. Okay. Dus dit spel is dus gemaakt door Avalanche Studios. En dat kun je wel zien aan de mooie engine. Het is echt een heel mooie engine. Maar hoe de fuck ren ik op dit spel? Oké, ik loop zo. Zo verander je van proning naar ander soort. Fuck. En mijn derde is denk ik... Wat is dit? Een spray? Oh mijn god. Oei, een revolver. Oh, dit is echt vet. Leroy, dit spel is echt vet. Oei, yeah, Leroy. Leroy, praat eens. Ik ben iemand aan het opnemen. En die kunnen we... Oh, nice. Kunnen we inzoomen? Kunnen we inzoomen? Even kijken, kunnen we inzoomen? Oké, we zijn aangekomen bij de Locker's Point. Dit is het eerste stuk. En door te zien is hier niet echt veel te doen. In het begin denk ik. Het spel zelf is best wel realistisch in elkaar gezet. En dat is wel mooi. Het is een free roaming game. En het is denk ik even... Ik denk dat deze beter is dan Cabela's Hunting Adventures, denk ik. Gewoon omdat de gameplay gewoon super goed is eigenlijk van deze. Maar ja, ik wil even sniper vatten. There we go. Hier is onze sniper. Kiek hem van, jongen. Let's play. Schiet een paar beesten kapot, want daar zijn we hier voor. We zijn in ieder geval om spelletjes eraan... Wow, dit is net arm, man. Dit gaat echt fucking realistisch hier. Oh mijn god. Oké. Okay. Dus dit spel is dus gemaakt door Avalanche Studios. En dat kun je wel zien aan de mooie engine. Het is echt een heel mooie engine. Maar hoe de fuck ren ik op dit spel? Oké, okay, ik loop zo. Zo verander je van proning naar ander soort. Fuck. En mijn derde is denk ik... Wat is dit? Een spray? Oh mijn god. Oei, een revolver. Oh, dit is echt vet. Leroy, dit spel is echt vet. Oei, yeah, Leroy. Leroy, praat eens. Ik ben iemand aan het opnemen.